Yo mensen of gamers, ik ben Mijndit en vandaag zitten we even niet meer in Maleisië. Ik ben namelijk weer even verder gegaan. We hebben die mensen dus opgehaald, ja, hartstikke leuk, maar voor mij is dit even belangrijk, want ik ben nu vandaag op een... ik leg even mijn boot hier aan. Zo. Ik ben op een speciale plek vandaag, ik hou mijn boot gewoon lekker hier. Ik ben op de... ik ben in de plaats waar Captain Hook eerst heeft gewoond. En tja, dat is erg interessant, want... Misschien kunnen we nog wat informatie vinden hier. Het is echt fucking huge. Kijk, daar staan nog van die rare kanondingen. Ik denk kruisbogen of zo. Niet dat daar echt een vijand zit, maar het is hier echt groot. Ik kwam hier net aanvaren. Ik zag van afstand zag ik dit al helemaal. Dit is echt... Holy shit, niet normaal. In ieder geval. Ik hoop dat we hier informatie krijgen over wie hij nou was. Want hij was dus een hele beroemde piraat, maar... Voordat hij in de piraterij zat, woonde hij hier. Of ja, oh god, het begint te regenen. Oh, het kan niet beter. Oké, gewoon doorlopen. Waar zullen we als eerste beginnen? Want ik weet dat hier nog mensen wonen. Dus ik ga me niet te veel geluid maken en alles. Ik heb een ei. Oké, weg ermee. Misschien even hier kijken. Ik geloof niet dat hij in die grote huis heeft gewoond, want volgens de boeken over hem... Au. Woonde hij in niet zo hele mooie huizen. In een heel erg klein huisje eerder. Eens even kijken. Hier is de markt met... Niks. Oké. Wat is het hier? Nee. Daar staat ook helemaal niks bij. Huis van Huck Borak. Oh, dat is... Dat is de echte naam van Captain Hook. Oké, dan gaan we even de deur slopen. Hopelijk dat niemand dit ziet, want anders ben ik echt wel een beetje de lul. Kapot. Ja, close. Ja. Ja, kom op. God. Yes, eindelijk. Deze deur stoppen we wel even hier zo, ergens, denk ik. Een trap. Oh, waarom zit daar een trap? Oké, eerst even de kist kijken. Niks, oké. Waarom zit daar een trap? Zit er iets boven of zo? Oh. Ja, er zit duidelijk iets boven. Hoe komen we naar boven? Ik heb hier dit blok hout. Kan ik hier neerzetten misschien? Oké, ja, dat is zo'n... Holy shit! Dit is gewoon die corruptie! Holy shit! En hier hebben de mensen nooit wat van gemerkt. Oké, wat is dat? En de chest. Misschien kan ik daarin kijken, zit er nog wat spullen van hem in? Ja, een boek. Ik denk dat ik hier dat niet echt zo veilig is om hier te blijven lezen. Ik ga even hier naar beneden. Oké. Vandaag heb ik een ontdekking gedaan op de zee. Dus hij was al een soort van piraat, denk ik. Dit is toch zijn boek, hoop ik. Want, ja, in ieder geval. Ik heb een spookschip gevonden. Of ja, een soort van spookschip. Er was niemand, dus ik noemde het maar zo. Ik ben weer teruggevaren naar de stad en ben gewoon weer gaan slapen. Oké, een spookschip? Dus is het misschien iets met de... Dat Captain Hook al toen al iets begon met de spookpiraten of zo? Ik weet niet. Maar ik voel me niet meer zo lekker. En ik denk dat ik zo... Wat? Voor degene die dit leest. Ik ben de spook van de schim. Spook van de schim? Ik ben in de ziel gekropen van deze zielige piraat. Hij vond nooit iets behalve ons schip. Dus Captain Hook was eerst een slechte piraat. Gewoon echt... iemand die nooit iets vond. Nooit een zeeslag won. Wat? En de spook van de schim... Zijn geest is dood en ik neem zijn lichaam over. Ik zal samen gaan werken met de spookpiraten en ik zal de schat van Kapitein Hook meenemen. Dus Kapitein Hook is eigenlijk helemaal geen slechte piraat. Oké, ik stop het boek gewoon terug. Ik ben hier zo snel mogelijk weg. Ik kan hier wel de coördinaten even onthouden of in de map zetten. Ik kom hier terug. Ik denk niet dat dit goed gaat hier. Hier leven gewoon mensen. En dus al die tijd zit daar nu al corruptie. Dus het gaat vanzelf gewoon weer hier naartoe. Oké, hoe ga ik hier weg? Oké, dit moet ik ook echt... Dus ze weten meer. Er is dus het spook van de schim.
Dus kapitein Hook is eigenlijk helemaal niet onze vijand. Onze vijand is de spook van de schim. Waar moet ik heen? Ik moet naar de zee. Oh, daar. Dus, oké. Dus kapitein Hook is overgenomen door een soort van spook. En die werkt samen met de spookpiraten en die hebben de schat meegenomen. Oké, dat klinkt nog logisch, maar... Jasper geloofde ook al vrij weinig over die spookpiraten en alles, dus... Zullen ze het nou voor gek verklaren of zo? Want ik ga gewoon zo snel mogelijk naar Malaysia. En het schijnt dus dat hij dus nu ook naar Malaysia komt. Dus de schim die weet over Malaysia en over al die andere landen. Oké, dat is erg vreemd. Oh, daar is mijn bootje weer. Ik heb nog wat 2 reservebootjes hier, maar die heb ik denk ik niet meer nodig. Oké. Ik ga zo snel mogelijk terug naar Malaysia. Ik moet gewoon die oorlogsschepen snel gaan maken. En ik kom hier gewoon terug. Ik kom terug om dit zo snel mogelijk aan die... Want hier leeft ook gewoon een koning. Dus ik ga dat zo snel mogelijk aan diegene uitleggen.